Bij de huistuin een keukenpoes en dat is Miepie. En Miepie is de poes van Daniël. En Daniël is weer van Kinderen voor Kinderen. En dat gaat u allemaal donderdag zien en horen. Maar hier zingt hij ook over die poes, Miepie. Als ik een poes at, was, dan at ik geen vogeltjes, dan at ik jou nou op. Ja. Is het echt je eigen poes? Ja. Maar ik heb hem ook gekregen toen ik kreeg te horen dat ik het liedje kreeg. En dezelfde dag kreeg ik ook Miepie. Dus. Ah. Dus Miepie is een soort duo met jou, de partner als artiest. Die moet ook steeds mee optreden natuurlijk. Ja, als ik Miepie ga zingen wel. Ja. Had je ooit eerder een poes gehad? Ja, nou in ieder geval weet ik nog. Misschien daarvoor ook. Eerst hadden we een mosje en nog een witte poes. Maar die ging altijd op de glazen zitten en zo. Die waren heel wild. Ja. En dus die wou mijn moeder niet meer hebben. En toen heeft hij die witte weggegeven. En mosje die was toen alleen, maar die was toen wel heel lief. Dus en die is toen een dag daarvoor zei ik tegen mijn zus Esme die... Zal ik door praten? Ik ben zo bang dat moesje dood ging en de volgende dag ging je dus dood. Echt, hè? Ja, en toen hebben we twee nieuwe poesjes gekregen. En toen, ja. Dus toen kregen we Ganna en ik Miepie en Pukkie. Miepie en Pukkie? Ja. Ja. Zijn die nou weer anders of zijn alle poes hetzelfde? Wat? Miepie en Pukkie? Ja, zijn die nou weer heel anders of maakt het niet uit? Is een poes of is deze nou weer heel anders dan die vorige? Nou, wel anders, want dit is een poes en die andere is een kater. De kater was dik en deze is dun. Ja. Heeft deze wel eens echt een vogeltje gegeten? Nou, ik dacht één keer. Één keer een muis dat doet Pukkie veel meer dan Miepie. Ja, Pukkie vangt heel veel muizen. Vind je dat ook zielig voor die muizen? Of maakt het niet zoveel uit voor een muis?
Nou, voor een muis, die leeft natuurlijk ook, maar die muizen zien meestal in één klap dood, dus zo. Dat zit het eigenlijk. Ja, dat is een vogeltje zielig, hè? Ja. Zeg, we gaan jou horen op donderdag, hè? Ja? Nog een keer, omdat op donderdag wordt Kinderen voor Kinderen uitgezonden om 10 minuten over 7.